Ja, we zijn eigenlijk twee broers. Dat is Louis, ik ben Anton. En wij zijn verantwoordelijk van de Sint-Michielsbeweging in Gent. Heel eenvoudig gezegd zeggen we altijd, we hebben twee longen en één hart. En die twee longen, dat zijn enerzijds de jongeren, anderzijds de mensen in nood. En het hart, dat is Christus. Onze projecten zijn heel divers. Maar het project waarvoor dat we eigenlijk genomineerd zijn via het Dorpsfonds, is eigenlijk Jellabak. En de Jellabak, dat is een project waarbij dat we met de bakfiets door het stad gaan in Gent en overschotten van bakkers gaan ophalen. Met die overschotten gaan we eigenlijk naar mensen die dat moeilijker kunnen betalen. En voor ons is het belangrijk om dat zelf te gaan brengen, omdat het niet alleen is gewoon geven en salu, maar omdat het vrij belangrijk is ook voor het sociale contact, die vriendschap opbouw. Dus ook zo dat we daar regelmatig dan een keer gevraagd worden voor een tasje koffie te drinken of zo. De naam is misschien een beetje een speciale naam, maar dat is niet zomaar gekomen. Zoals Anton heeft gezegd, we hebben verschillende sociale projecten. En in een van de projecten vangen we eigenlijk ook erkende oorlogsvluchtelingen op. En die nemen ook verantwoordelijkheden op in onze beweging. Zo zitten er ook een aantal in het team van Gent. En Jella, dat is eigenlijk een Arabisch woordje. En dat betekent, allee, hup, vooruit, laten we gaan. Hè? Niet te veel stil staan, aanstuur een beetje zowat. Het is een woordje dat ook vaak wordt gezegd, eerst en vooral werd dat gezegd onder die Syrische jongeren, maar dat we eigenlijk wij zelf later ook zo al lachenderwijs hebben overgenomen en soms gewoon zagen tegen elkaar. En zo eigenlijk zijn we gekomen op de naam Jellabak. We hebben verschillende bakkers, maar we hebben drie bakkers die ons echt zeer genegen zijn, dat we een zeer goede band mee hebben. Die zijn echt enthousiast over dat project ook. En die zijn ook blij dat ze daar kunnen aan meewerken. En dat voelt je wel ook als we daar langs gaan eigenlijk. Het is iets kleins, maar voor hun misschien. Maar eigenlijk is dat wel zo dat het is gestart. En hoe dat het draait en dat het zinvol is. Maar we hebben daarnaast eigenlijk ook de vredesklas. Dat klinkt misschien weer zo heel typisch christelijk, zo naïef. Maar eigenlijk zit daar iets heel moois achter van gedachten. Dat is namelijk dat we eigenlijk verder willen gaan dan enkel zo een aantal uurtjes huiswerkbegeleiding geven aan kansarme kinderen. Armoede is niet zo één hokje, dit is het. En dan een hokje voor iemand anders die een andere soort van armoede heeft. Vaak is dat eigenlijk allemaal gekoppeld aan elkaar. Dus we proberen te helpen, gezinnen nood, door een kind te ondersteunen met zijn huistaken. We proberen dat gezin te helpen door een bepaalde materiële nood, soms door een financiële nood. Waar dat we eigenlijk kunnen helpen, gaan we dat doen in zijn geheel. En eigenlijk zo proberen om een duwtje te geven tot die zelf verder kan. We merken eigenlijk bijvoorbeeld in de vredesklas, maar eigenlijk ook de gezinnen van de Jellabak, die zijn eigenlijk allemaal zot van de voetbal, zot van Gent. Maar velen zijn eigenlijk nog nooit geweest, omdat dat is redelijk duur, dat is een tamelijk een afstand, dat is een ver van een bedshow. En we hebben nu eigenlijk ook een aantal goede contacten, heb ik gezegd, gelegd met de K-Gent Foundation, waardoor dat we de komende maand eigenlijk allemaal met de kinderen van de vredesklas en ook een aantal van de gezinnen van de Jellabak naar de voetbal gaan mogen kijken. Live, in het stadion zelf, in de Gelamco Arena. Wat al schitterend is, vorige week gaven we de brieven af. En de gezichtjes van die gasten, dat was magnifiek om dat te zien. Die konden dat bijna niet geloven. Zo van, echt, is dat hier voor mij? Hè? Wow, wanneer gaan we gaan? En ja, zo, dat is schitterend. En dan zeg je, ja, daarvoor doe je het. En dat is echt die vriendschap dat je dan ziet. Wij van Schoenen Torfs zijn ongelooflijk fier en enthousiast dat we jullie project hebben mogen steunen. Het is echt een fantastisch project. En ik zou iedereen willen oproepen om zijn of haar steentje bij te dragen. Het is gewoonweg fantastisch.